Het Surinaams Standaardenbureau, SSB, heeft vandaag het Nationaal ISO-register en het Nationaal Expertnetwerk gelanceerd. Beide producten zijn in het kader van de SSB National Standards Month en de viering van Wereldstandaardendag op 14 oktober. Op een vandaag belegde persconferentie in samenwerking met de regionale organisatie voor standaarden, CrossQ, zijn de nieuwe producten van de SBB nader toegelicht. Het Nationaal ISO-register is het ISO-register van Suriname, waarin alle ISO-gecertificeerde kwaliteitsbedrijven, organisaties en instellingen geregistreerd kunnen worden. Het Nationaal Expertnetwerk is een coöperatie van deskundigen die de nodige technische assistentie verleent op verschillende vakgebieden. Volgens SSB-directeur Ingrid de Bel Simpson zijn standaardisatie en kwaliteit de rode draad voor alle producten en diensten van het SSB. Allereerst hebben we dus drie pijlers van het ISO-register waar we naartoe willen is registratie en publicatie. Eigenlijk om een stukje openheid en transparantie aan de dag te leggen. Bedrijven zouden eigenlijk, dat gebeurt wel eens, maar zouden eigenlijk niet mogen adverteren en marketen dat ze ISO gecertificeerd zijn als dat niet het geval is. Tegelijkertijd willen we ook de certificering, de ISO-certificering bij de andere bedrijven en instanties die zelf nog niet gecertificeerd zijn, stimuleren. Want als je ziet dat je concurrent ISO gecertificeerd is, dan zet dat vaak ook aan om zelf te werken naar een stukje certificering. We weten ook de ervaring met certificering is een stukje kwaliteit, een stukje effectiviteit en efficiëntie in je bedrijfsvoering. Met aan het eind van de rit een betere return on investment. En eigenlijk elk bedrijf zou dat moeten willen. Maar de ervaring leert ons dat dat nog steeds nog niet het geval is. En we hopen dus daar dat zo'n ISO-register voor Suriname een stimulans zal zijn voor andere bedrijven. Het expertnetwerk bestaat uit deskundigen op het gebied van alle 15 sectoren die elk land kent of zou moeten kennen en die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van standaarden. Het netwerk omvat deskundigheid op het gebied van voedselveiligheid, chemische stoffen, consumentenbureau, handel en bedrijfsorganisatie. Het SSB heeft uit de 15 enkele sectoren gelicht die op nationaal en regionaal niveau hoge prioriteit genieten. SSB-directeur De Bel Simpson vindt dat de voor Suriname belangrijke sectoren, agrobusiness en mijnbouw, nog meer standaardisatie behoeven. Het standaardisatieplan van Suriname en dus het SSB is daarop afgestemd. Maar ook het regionaal standaardisatieplan is daarop afgestemd. En hebben wij zoiets van, de ontwikkeling van standaarden komt niet vanuit de medewerkers van het Surinaam Standaardenbureau. Wij faciliteren dat en we zien erop toe dat good standardization practices wordt toegepast bij de ontwikkeling van standaarden. Maar de ontwikkeling van standaarden valt en staat met deze experts die we hebben in ons land, maar ook daarbuiten. Het valt en staat met de engagement, zeg maar de bemoeienis van onze stakeholders in onze standaardenontwikkelingsprocessen. Dan kom je eigenlijk er niet onderuit dan dat je al deze experts moet bundelen. Ingrid de Bel Simpson, directeur van het Surinaams Standaardenbureau, SSB. Ze sprak vanmorgen op het SSB-kantoor in verband met de lancering van het Nationaal ISO-register en het Nationaal Expertnetwerk. Met deze twee producten voor standaarden is ook de National Standards Month 2016 afgesloten.